Glasvezel in het buitengebied. Het heeft nogal wat discussie opgeleverd in Nunspeet. We praten daarover met Gerwin Foppen van QAICT. Ja, Gerwin, je bent nogal druk geweest de laatste tijd en nu nog steeds om mensen te overtuigen om zich toch aan te sluiten met het glasvezel in het buitengebied. Waarom is dat? Nou ja, hier in het buitengebied hebben we heel slecht internet. Veelal slecht internet en ook televisie. Dit is een unieke kans om relatief goedkoop internet te krijgen in het buitengebied. Stabiel, goed internet. En ook nog een keer voor televisie en telefonie. Ja, en dan kijken we naar de percentages van het aantal huishoudens dat daadwerkelijk wel wil meedoen met glasvezel. Schrikbarend laag. Ja, dus helaas. We moeten 50% halen. Op dit moment zitten we op 32%. Dus echt een laatste oproep. We moeten voor maandag 18% erbij halen. En vooral Nunspeet, die op dit moment op 21,2% zit van de 100%. Dat is enorm weinig. Dus er is echt alle hens aan dek om die laatste 18% samen erbij te halen. Waarom twijfelen mensen? Waarom gaan mensen niet gewoon aan boord? Ik denk dat het vooral een kostenaspect is. Men zit over de €1600 eenmalig of de €12,50 eenmalig. Het is natuurlijk geld, maar als je kijkt, een boring kost gewoon €60 per meter. Een gestuurde boring is hartstikke veel geld. En ik denk dat men nu zegt van ja, €12,50 of €1600. Het is een keus die je hebt. Dat is vooral wat nu speelt in Nunspeet. Ja, want woon je in het centrum van Nunspeet, heb je daar geen omkijken naar. Mensen in het buitengebied wel. Mensen vinden het oneerlijk. Wat zeg jij daarover? Ik snap het wat ze zeggen. Ik snap het echt. Maar kijk het naar de boring die gedaan moet worden om een huishouden in het buitengebied aan te sluiten of een dichtbevolkt gebied in het dorp. Ja, daar zit een groot verschil tussen. Gerwin, wat moeten we nou doen om die 50% te halen? Want het kan tot 4 december. Ja, 4 december is de deadline. Hebben we dan 49,9% gaat het niet door. Ik denk dat het echt zaak is dat iedereen die op dit moment wel heeft aangesloten met hun buren gaat praten om te vragen of zij zijn aangesloten en aanmelden. Aanmelden kan relatief eenvoudig. Je kunt bij ons op kantoor komen aan de Edisonweg. Je kunt ook naar AME computers gaan aan de Laan. Je kunt rechtstreeks naar Solcon, ClickSafe, Kaiway, Cebis. Je kunt er naartoe mailen en je bent aangesloten. Het is heel eenvoudig. Wat gebeurt er wanneer het percentage niet gehaald wordt? Want het heeft er alle ogen naar dat dat gaat gebeuren. Ja, die kans is aanwezig. Als het percentage niet gehaald wordt, gaat het project geheel niet door. Dat betekent geen glasvezel in het buitengebied, geen snel internet. En alle diensten die daarbij komen, gaan dan niet door. Kan het op een later moment opnieuw aangeboden worden, glasvezel in het buitengebied? Of is dit gewoon eenmalig, kun je je kans grijpen en anders is het gewoon klaar? Dan is het echt klaar. De verwachting is dat het over een jaar of 10, 15 misschien nog een keer aangeboden gaat worden. Maar er zijn nu investeerders die hier geld in willen stoppen. Dus laat het alsjeblieft doorgaan. Afgezien van het snelle internet, televisie en andere diensten. Wat is nog meer een voordeel om toch glasvezel te hebben? Nou, ik denk dat de toekomst echt op glasvezel gebaseerd is. Denk aan alle vormen van domotica, maar ook dat hier heel erg geldt natuurlijk de kerktelefoon. Internet heb je daar ook voor nodig, snel internet. De telefonie gaat eruit op de traditionele wijze die we nu kennen van onder andere de KPN. Het wordt allemaal glas. Meerwaarde voor de woning? Meerwaarde voor de woning, degelijk. Ja, er gaan echt koopwoningen worden niet verkocht omdat er geen glasvezel ligt. Die voorbeelden zijn er al, ook in dit gebied. Dus het is eigenlijk gewoon een vereiste? Ja, maar dan komen we in een andere discussie waar het weer nuts wordt genoemd. Dat is helaas in Nederland nog niet het geval. We hopen dat die 50% gehaald wordt. Het zou beter zijn voor iedereen. Dat is eigenlijk de conclusie die ik van jou mag trekken. Zeer zeker waar, ja. En we zijn ook te gast in het gemeentehuis van Nunspeet. We gaan over glasvezel in het buitengebied praten met onze wethouder Leen van der Maas. Meneer van der Maas, waarom zet u zich als gemeente in voor dit project? Nou, we vinden snel internet heel belangrijk voor onze inwoners. Zeker ook in het buitengebied. We hebben nu snel internet in de kernen. Daar zijn we heel blij mee. Het buitengebied was er nog niet van voorzien. We zijn nu blij dat deze mogelijkheid er is. Het is natuurlijk wel heel spannend of we het gaan halen. Want 50% is de deadline die we aanstaande maandag moeten bereikt hebben. En dat is nog een hele uitdaging. Kijkend naar de huidige percentage die we nu bereikt hebben. Ja, heeft u ook al verschillende inwoners gesproken die bijvoorbeeld tegen of die voor zijn? Jazeker, ik heb mensen gesproken die
Valkant voor zijn. Dat is natuurlijk heel fijn. Die doen ook hun best om hun buren, die misschien niet zo overtuigd zijn, te overtuigen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, waarom heb ik het nodig? Ik bedoel, het is nu goed wat ik heb en ik denk wel dat het voldoende is. Daarvan kan ik in ieder geval aangeven dat het absoluut niet voldoende is. De mogelijkheden van internet die stijgen elk jaar bijna exponentieel. Dat betekent heel snel. En ik verwacht ook echt dat het traditionele internet via de telefoonlijnen, die zullen absoluut ontoereikend zijn over misschien een jaar of twee of drie jaar. Dus de zwaarte wat nodig is voor internet is, stijgt zo hard dat alleen met snel internet zoals glasvezel of coax dat op te lossen is. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, de gemeente die zet zich hiervoor in, dat is fijn. Maar we moeten het allemaal zelf bekostigen. Waarom subsidieert de gemeente dat niet mee? Nou, dat is een prima vraag natuurlijk. Maar mensen die in het buitengebied wonen, die hebben speciaal voor het buitengebied gekozen. Tenminste, dat neem ik aan. Die hebben ook heel veel voordelen. Daar horen ook helaas ook nadelen bij. En nadelen zijn dat de aanleg van glasvezel heel veel geld kost. Want de afstanden tussen de woningen zijn groot. Soms is er ook vanaf de weg naar een huis ook enkele honderden meters te overbruggen. Dat is gewoon onbetaalbaar om dat door de gemeente te laten doen. Dat is ook niet de verantwoordelijkheid trouwens ook van de gemeente. Dus dat zijn dan eventjes de lusten en lasten van het wonen in het buitengebied. En nu in spanning afwachten tot de aankomende maandag, denk ik. Ja, ik hierbij nog een keer een oproep aan iedereen die in het buitengebied woont. Alsjeblieft, doe mee, want het is ontzettend belangrijk voor de mensen die graag mee willen doen. En ik denk ook dat je gewoon eerlijk moet zeggen, als deze keer het niet lukt, ja, ik durf geen voorspelling te doen precies, maar dan kan het al zeker 10 jaar duren voordat er weer een nieuwe mogelijkheid komt. Want het bedrijf wat ze hier nu voor inzet, spendeert heel veel kosten aan de campagne om dat voor elkaar te krijgen. En ik verwacht niet dat een nieuwe bedrijf zegt van, oh, ik ga het nog een keer proberen over een jaar.